Rotterdam. Een fantastische stad. Mijn stad. Geboren en getogen in Vreewijk, Feyenoord. Kind van een alleenstaande moeder. Daardoor wist ik meteen al wat het betekent om extra de schouders eronder te moeten zetten. Tijdens mijn schooltijd en mijn studie zag ik wat achterstand deed met mijn klasgenootjes en mijn studiegenoten. Zonder ontbijt naar school. Geen studieboeken kunnen kopen. Geen collegegeld kunnen betalen. Daarom besloot ik om verandering te gaan brengen via de politiek. Ik sloot me vol overtuiging aan bij DENK. En uiteraard Stefan. Sinds de oprichting van DENK verzet ik mij tegen discriminatie en racisme. Kom ik op voor mensen die zich tweederangsburger voelen. En zet ik mij in voor rechtvaardigheid. En nu ga ik dat doen als lijsttrekker in Rotterdam. Als nooit tevoren bevindt onze stad zich op een kruispunt. Er is in Rotterdam geen sprake van scheidslijnen. Er is in Rotterdam sprake van kloven. Nog steeds leven te veel Rotterdammers in armoede. Nog steeds worden te veel Rotterdammers uitgesloten vanwege hun afkomst. Wij Rotterdammers staan nu voor een keuze. Accepteren we dat Rotterdammers worden verdrukt en het armoedebeleid verder wordt uitgekleed? Of kiezen we Rotterdam waarin iedereen zichzelf kan zijn en we omkijken naar mensen in nood? Ik kies voor dat laatste. En met alles wat in mij zit, wil ik een beweging leiden die mijn stad eerlijker en rechtvaardiger maakt. Daarom doe ik een oproep aan alle Rotterdammers, van Feyenoord tot aan Kralingen, van IJsselmonde tot aan Delfshaven. Laat onze stad niet kapen door verdelers. Kies voor een sociale stad. Kies voor een stad waarin iedereen gelijkwaardig is. Kies op 21 maart voor DENK. Mijn naam is Stefan van Baarle, jouw lijsttrekker voor DENK Rotterdam.